zijn net staande gehouden. Ja. Maar het goede nieuws is, we zitten niet achter de tralies, hè? We rijden nog. Serieuze unit. Een hele goede morgen, jongens. Wij leven 13 december 2020 en ik sta op het punt om de laatste trip van het jaar te gaan maken. En een beetje traditiegetrouw ga ik hem niet alleen vissen, maar ik ga met mijn maat Joey Kauwhove op pad, jongens. Vorig jaar december ook geweest, zeer succesvolle sessie. Ik ga nu eerst nog even tanken, dan rijden we naar Joey's huis. Dus als jullie ondertussen gewoon eens even een kleine recap van de vorige keer kijken, dan weten jullie in ieder geval wat jullie te wachten staat, jongens. Tot zo. Hoe zijn je handen? Ziek koud, echt. Oh. Ja, het ziet gewoon mooi eruit, maar het vriest sowieso gewoon. Gaat ie hoor! Ben je aan het schelden, maat? Ik was vanochtend natuurlijk al even bij. En wat een weer is het echt niet normaal. Ik hoop dat je me een beetje kan horen met alle wind die komt. Het waait echt hard. Het water stijgt als een malle. En het zijn echt slagregens telkens. Het is nu even één momentje dat het droog is. Maar er is iets fantastisch gebeurd, jongens. Vanochtend liep hij eigenlijk vrij snel af nadat hij ons weer laat. Moet je zien, jongens. We hopen nog op één zieke afsluiter. Nou, dit kan je wel noemen hoor, jongens. Echt een van de allermooiste vissen van het water. We wisten dat hij er zwom. Ja, moet je zien. Zo blij mee. Het gewicht is echt totaal ongeschikt. Maar met bijna 24 kilo natuurlijk wel gewoon mega zwaar. Maar moet je die schubben en die schoonheid eens zien, jongens. Moet je ook de andere kant zien, jongens. Ik weet niet welke kant mooier is, maakt niet uit. Wat een beauty van een vis, hé. Mijn handen, ik voel ze geen eens meer van de kou. Ik kan hem amper vasthouden. Maar wat bruut is dit, hè? Wat een visje van lifetime. Zijn we er, jongens? Is een man dat je kerstverlichting helemaal opgehangen? Echt een zelfstapdier. Ja, jongen. Ja, jongen. Eerlijk is eerlijk, hè? Mooi pasje. Ik zie hetzelfde uit, of niet? Ben je klaar voor, Rudy? Ja, altijd, hè? Let's go. Zo, even lekker ontbijtje, jongens. Ondertussen zit Joey even zijn bitcoins te verhandelen hier. Gaf een stukje rijden. Zijn er bijna. Oké, jongens, we zijn in de buurt van het beoogde water. Alleen is altijd even de uitdaging hoe we er daadwerkelijk gaan komen met de auto. Het zou mogelijk moeten zijn, maar het zijn ongeveer dit soort paadjes, dus je begrijpt wel. Hè? Huh? Ik denk het net niet. Ja, het is wel weer leuk, jongens. Als vanouds gewoon even zoeken hoe we in de buurt van het water kunnen komen. Moet Joey even kijken of deze weg wat is. Maar zo heel veel opties hebben we niet. Er loopt één pad waarvan we denken dat dat een was, maar er ligt dus die schuine boom overheen. Dus dan moet even die boom gaan wegtrekken ofzo. Maar wellicht dat dit een optie is, maar alles is lekker nat. Dus ik denk dat de kans dat we vast komen te staan ongeveer 80% is. Nou oké, deze weg was dus sowieso niet voorbij de boom. Want deze unit kan we niet overheen. Maar hier loopt wel gewoon een hard pad. En ik heb al gezien hoe je hier kan komen. Dat is namelijk via die weg waar Joey nu in de verte loopt. En daar stonden we net aan, maar dat is echt next level modder. Nou, lopend zijn we in ieder geval aan het water gekomen. Een mooi visje hoor. Hier zou het moeten gebeuren eigenlijk. Als we er kunnen komen, dan